Toen de oorlog uitbrak, was ik op en aan bij een stratenmaker en toen zaten mijn slieder echt op het station. De straten was een herstrating gezet. Maar ja, dat was gelijk afgelopen. He. Ik wou morgens op de fiets aan het doen, maar dat kon niet meer natuurlijk, want ja, je kon nergens meer heen. Ja, alles was afgesloten, je kon nergens. Overal waren Duitsers en er reed ik geen bus, niks en de fiets genoeg. Ja, het ging gewoon niet meer. En toen was het werk afgelopen ook natuurlijk, want ik ben nooit meer bij een stratenmaker geweest. En er was een man op Giessendam. Die man die was doof en die werd door de Duitsers geroepen dat hij moest komen, maar dat had hij niet gehoord en toen hebben ze die man doodgeschoten. Toen is de ondergrond en is in de weer gekomen natuurlijk en dan ga je hier nog wat NSB'ers zitten van de NSB. En er waren twee NSB'ers hier, een naar Okkersen en een naar Westdijk, die kwam in Sliedrecht. En die waren in de Biesbos bezig naar onderduikers aan het zoeken. En die zijn die ondergrondse zijn die twee NSB'ers doodgeschoten. En daardoor is die razzia gekomen. Ja, dat kwam ineens, daar wist niemand wat van. Dat er een razzia gehouden werd. 'S Morgens om 7 uur begon de razzia. En ik was uit bed gekomen en we woonden dan boven ergens al een dijk. En dan had je de wc, en die had je niet in huis vroeger, die was achter aan en dan moest je naar buiten naar de wc en dergelijke. Dus daar ben ik naartoe geweest en ik kwam terug. Was het 6:45, dan stond er een Duitse soldaat boven aan de trap. Want wij woonden onder een dijk en dan moest je een trap op die dijk op. Stond er een soldaat. Maar ja, en toen was het 7 uur, dan moest ik naar mijn werk. En ik had de fiets uit de schuur halen en ik ga weg in Hebbes. Weg in. Toen werd ik opgepakt. Er stond er een vrachtwagen klaar en er was erin. Ik was ten eerste naar boven, Henningsveld. En afwachtend, ik mocht nog naar beneden, ik weet niet meer wat ik noem. Ze mocht nog even naar huis in bij mijn moeder en mijn vader. Ja, mijn moeder schreeuwde natuurlijk en die Duitser mee. Ja, mevrouw, het is niet zo erg hoor, over een paar uur is hij weer terug. Het is maar even voor controle dat hij mee moet. Maar die paar uur hebben 13 maanden geduurd. Van deze plaats werden op 16 mei 1944 gijzelaars weggevoerd naar het concentratiekamp Amersfoort. Dat staat erop. En daar staat eronder, ja, dat plaatje dat is in 85 pas erop gezet, daar staat er een onder. Ik denk dat we hier met 150 man gestaan hebben de hele dag. Tot s'avonds, ja, 11:30, 11:30, toen kwamen de vrachtwagens van de Duitsers met van die huiven erop en er allemaal in. En daar zijn we s'nachts naar Amersfoort vervoerd. Amersfoort was ook slecht, dat was helemaal, want ik weet niet of je die 3 van Berida wel van gehoord had, van Cotella. Dat was de grote baas daar. Oh, dat was een smeelap hoor. Verschrikkelijk. Ja. Ja, elke dag zag je hem lopen door pareren, weet je wel. Cotella. We hebben het gehad, toen was er, ja, ik weet niet meer precies wat er gebeurd was op een zondag. Toen moesten we aantreden en hebben we geen eten gehad 's morgens, niks. En toen was het 12:00 en toen werd er een schoten schaal met lekker eten, bonken vlees, weet je wel, en lekkere soep, ik weet niet wat er allemaal in zat. En dan waren die bloedhonden, die mogen dat opeten, terwijl wij stonden te schudden van de honger. Liet je dat zien? Nou, dat is verschrikkelijk hoor, als je dat meemaakt. Dan kan je geen voorstelling van geven als je dat niet weet. Die honden lagen daar lekker eten op. Wie dat opgegeten door die honden? Nou ja, straf was dat voor ons, er was er weer een gevlucht of dergelijk. Wat gebeurde dat er wel eens over het hek ging en dan, ja, dan kreeg je straf. He. En toen hebben we 6 weken daar gezeten. En toen moesten we naar Duitsland, toen moesten we bij elkaar komen. Net zoals gezegd. En dat briefje heb je dan hier gelezen. Dat is het briefje dat naar de ouders gestuurd werd voor de koffer met kleren die ze op moesten sturen. En mijn geld, mijn vrouw had nog geld en mijn zonder ze pakken in een vestje. Hier in de zakje, 2 rechtdaalders, hè? Een briefje van een rechtdaalder, hè? Of ja. 2 briefjes, dat weet ik niet meer. Nee. En die heb ik nooit gevonden. Na de oorlog, want dat pak had ik gelukkig nog bewaard.
En de tek na de oorlog gevonden. Toen zei hij dat niet gevonden. Ik zei, nee, dat jammer genoeg. Daar heb ik lekker koeken voor gekocht. Ja, en toen kwam in Duitsland. Hard werken. En geen eten. Het eerste hebben we wagons gelost met de schop, leegschoppen. En dan zag ik, en dat was allemaal nog, ja, semische troepen, het was gevaarlijk ook nog. Maar ja, dat wist je helemaal niet. Want vroeger wist je niet wat semi was, hè, toen wij jong waren. Toen wist je niet wat DDT en noem maar op. Daar wist je niks van. Er stond er aan van die tentjes zo, een rondketje van karton, van dat hardboard. En daar lag was een stro, een paar pakken stro in gegooid. En daar hebben we in geslapen, daar moesten we in slapen. Met 16 man, en als het regende, ja, dan moest je dak vasthouden, anders zakte het in elkaar. En dat was zo, als je ziek was, dan lag je in de barak, maar dan kreeg je geen eten. En dan moest een ander nog een beetje eten voor je voor de zorg, hè. Als je niks deed, kreeg je niks. Dan was er geen eten. Want dan weer s'nachts, dat was al een paar jaar, dan gooiden die Amerikanen of Engelse lichtkogels uit. Op vier van die grote lichtkogels, en dat was gewoon dag. Dat was heel de omtrek, dat was gewoon verlicht. En dan wisten ze precies waar ze de bommen neer moesten gooien. Toen zat ik een briefkaart naar mijn vrouw te schrijven, toen mijn meisje dan van vroeger. En ik was bezig en dan weer een bommen gegooid. Hier zat ik en hier wilde een bom. Ik zat helemaal onder de modder. Maar ik markeerde gelukkig niks. Ik heb in het lijst, heb ik ook, was ik ook een eind weg, toen kon ik ook gast niet meer. Toen zijn ze me wezen waarschuwen. Ja, en dan ben ik, jaren later ben ik daar pas achtergekomen. Job van der Linden zei, je moet maken dat je wegkomt, want ze moeten jou hebben. Ik had er, ja, een paar weken al niet wezen werken, ik kon niet meer. Hè. Dan ben ik s'nachts prikdraad over geklommen nog, met een zakje met spullen bij elkaar. En dan heb ik een week in een schapenkooi in de midden in een weiland gezeten. Maar die hoorde het front steeds dichterbij komen. Dat hoorde je al, hoor. Dat we dicht aan het eind zaten, weet je wel. En op een gegeven moment zit ik daar en ik had s'nachts nog... Ben ik eruit bij een boer nog aardappel weggehaald. Uit de schuur. En die zat ik te koken. Ik had nog lucifers. Die zat ik te koken. Ja, en kijk. Maar er kwam een rook natuurlijk uit. Hey, stond er alweer een soldaat van me. Hij was machtsgebier. Het geweer in de aanslag. Ik zei, nou, hier... Ik kom maar met, zei hij. Dus ik ben opgestaan en ik heb mijn zootje gepakt en ik ben met hem meegelopen. En de pannetje aardappel, ja, dat is niks van terecht gekomen natuurlijk, want dat heb ik nooit meer gezien. En toen zijn we gaan lopen en ik ben op een plek, Oudegast was, mijn kerk. En er zaten er al een hoop mensen, jongens allemaal hier ook. En dat was een verzamelplek natuurlijk. En daar zijn we bij gaan zitten en dan hebben we s'nachts toch gezeten. Ja, op een trottoir zomaar een beetje in elkaar zitten slapen. En dan hadden we nog het warme bevrijd. Toen zag ik geen Duitser meer. Toen was het ineens over. Ja. Ik zeg tegen mijn eigen... ergens was ik dan nieuwsgierig. Ik zeg, ik ga een rondje lopen hier, zoveel ik lopen kon. En bouwde dat dorpje, had zo'n klein villa-wijkje. En daar hoorde ik roepen. En ik keek. En toen was er een Engelse of Amerikaanse soldaat, dat weet ik niet precies meer. En die deed zo tegen me. En ik kon hem niet verstaan. En ik begreep aan of dat vroeg of dat ik honger had. Want ik zag natuurlijk mager. En net zoals ik zeg, het enige geluk was, dat had ik nog. Dat had ik in mijn zak. En dan liet ik zien, ha, Dutchman, zei hij. Hij hoorde die rugzak van zijn rug af. Hij deed hem open. Ik kreeg zo'n stukje lekker witte brood, weet je wel. Een paar repen chocolade, een pakje sigaretten. Oh, of dat ik naar hemel kwam. Dat wijze van spreken, hè. Ja, dat was mijn eerste kennismaking. Dus ik terug naar die school en ik zei dat deed die jongens. En die jongens ook naartoe, maar er was niemand meer. Want die soldaten was zo'n voorpost. Het toch geweest natuurlijk. Maar dan hadden nog het waren allemaal Amerika, wat heel de buurt was bezet, hoor. Dat was mijn bevrijding daar, zo gezegd.